Deze film gaat over de nieuwbouw van de scholengemeenschap Schravenland in Schiedam. De school wordt zoveel mogelijk ontworpen volgens het cradle-to-cradle principe. De initiatiefnemers van dit project zijn de gemeente Schiedam, Schravenland en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam. Rond 2,5 jaar geleden zijn we met school Schravenland met de directie wezen praten om na te gaan voor de nieuwbouw van de school. Daar is toen tegelijkertijd met natuur-milieu-educatie, eerst met de leerlingen, is er gekeken van wat zouden de leerlingen kunnen betekenen voor school Schravenland. Omdat nou, wij hadden binnen de gemeente Schiedam aangegeven dat we cradle-to-cradle wilden passen op deze school. En dat dit een van de pilotprojecten zou gaan worden. Daar hebben de leerlingen toen een voorstel voor gemaakt. Wij hebben dat ook samen met de leerkrachten, die hebben daar een project gedraaid. En de leerlingen hebben op een symposium, een cradle-to-cradle symposium van de gemeente Schiedam, hebben ze een eerste ontwerp laten zien. En eigenlijk naar aanleiding van dit project, wat via het natuur- en milieu-educatie is gegaan, hebben wij het afgelopen jaar ook gevraagd aan de leerlingen, van vooral omdat we nu een stap verder zijn, al in de ontwerpfase, van zouden jullie voor ons de balie willen ontwerpen? En het liefst de opdracht die ze mee hebben gekregen, je mag hem vrij ontwerpen binnen het gebouw, maar het moet wel een cradle-to-cradle balie worden. Nou, wij hebben daar een prijsvraag voor uitgeschreven, waar een aantal leerlingen een presentatie hebben gegeven, waaruit Victor is gekomen, die daar heeft gewonnen. En daarmee aan de slag is gegaan bij de architecten van LIAG. Nou, we kregen dus op school te horen dat we een balie moesten ontwerpen. En ik ben het gelijk toen thuis gaan ontwerpen, want ik wil later ook architect worden, dus ik was heel enthousiast. En toen heb ik mijn eerste ontwerp gemaakt van deze balie. Dat was deze. Wat het meest opvalt is dat het hier net lijkt alsof hij uit de grond groeit, waardoor het ook aangeeft een beetje van het leeft. Het is cradle to cradle, het is duurzaam. Het probleem met deze was dat hij te groot was. Deze is 11 meter lang, terwijl we maar 4 meter hadden. Dus die viel af. Die viel af. Toen ben ik thuis weer verder gaan ontwerpen. Ben ik op dit ontwerp gekomen. Deze past in het kader. Hij voldoet aan alle eisen. Het ontwerp bestaat uit twee, zeg maar, lijnen. Je hebt hier eentje die zo uit de pilaar groeit, waardoor het lijkt net alsof die eruit vloeit. Deze lijn, de witte lijn. En we hebben nog een tweede lijn van het hout die zo de muur vormt, zeg maar. En dan hier zo, dit hier achterste, dit is een kast. Ja, we hebben hier nu maar één plank in, maar hier komen allemaal nog dat zijn kasten. Planken. Oké. Okay. Plankenkasten. Dit ontwerp is nog niet af. Er moet nog op de een of andere manier hier, het moet helemaal afgesloten zijn, dus er moet hier nog glas tussen. En hier moet een deur komen. En ik neem aan dat als ik het klaar heb, dat dan de architecten er vast ook nog wel aanpassingen aan moeten doen. Nou, ik ga nu wel een deur tekenen. Bijvoorbeeld dit is dan, dan krijg je een glazen muur, een stuk glas ertussen. En dus bijvoorbeeld dat je een glazen deur erin krijgt, ja. Dat het toch afgesloten is, maar dat je toch nog een open gevoel krijgt. En dat is ook duurzaam, hè? En volgens mij ook de ervaring die ik nu opdoe, heeft ook wel, kan ook wel heel handig zijn voor later. Want dan weet ik alvast ook hoe alles werkt en zo. En het gaat gewoon gebouwd worden. En dat is niet iets wat iedereen van 14 kan zeggen. Dat zij iets hebben ontworpen wat ook echt gebouwd gaat worden. Dus dat vind ik echt heel vet.